Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met de gloednieuwe aflevering van Q-Time. En ik vertel jullie iedere keer en nu weer voor de zoveelste keer dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet gewoon een tweemalige wereldkampioen interviewen? En dat ga ik vandaag doen. Want vandaag zit ik met Minowski Pukitty, maar hij is meer bekend als de Notorious Ajayini. What made is a little Q-Time? Hi, Minowski. Ja. Hallo, hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed, al jongeman. Ja? Mooi. Ja, oké. Okay. Nee. Je werd aan me voorgesteld als the next big thing. Maar mensen kennen je. Ik zie je vandaag voor het eerst. Misschien kunnen we even eroverheen gaan wie je eigenlijk bent in het kort. Oh, ik ben gewoon een lieve jongen. Nou, ik heb het voorgesprek gehoord. Het internaat heeft een andere versie van jou. Ja. Ik ben lief als je lief voor me bent. Okay. Ja, ik hou niet van ruzie, maar in de ring, laat maar zeggen, als het om transporten gaat, mm-hmm. ben ik wel like a beast. Ja, Ajayini. Ja, natuurlijk. Oké, okay, maar voor we naar de ring gaan, wie is Minowski eigenlijk, los van de lieve jongen? Hoe zijn we tot dit punt gekomen? Minowski is een jongen die altijd van vechten hield, sinds mijn vierde jaar. En, toen was je het zeker van ja, vechten. Dat is, moest eerst voetbal. Ik was eerst. Like, ik speelde eerst voetbal. En ik vocht steeds weer. Dus, ja, op het veld? Ja. Overal. Op school, overal. Met kinderen, met leerkrachten. Dus mijn broer. Wacht even. Niemand. Er was geen. Klasse voor mij. Nee, oké. Okay. Nee. Okay. Dus mijn broer, Berto Pukitty, mm-hmm. had een karate school. Een van de grootste in Suriname. Mm-hmm. Dus toen dacht mijn ouders van, oké. Okay, laat hij dat gaan doen als eerst. Dan laat hij voetbal even met rust. Want daar, gaat hij niet vechten? Ja, anders gaat het een probleem worden. Maar even, je kreeg geen pak slaag tussendoor die niet heeft geholpen, hervormd? Mijn tante was ook leerkracht op mijn school. Dus heb ik mijn tante altijd gevochten? Nee, zij was echt like, als ze iets horen van, hey, Pukitty is weer aan de gang, komt ze met haar bad. En dan geeft ze me gewoon pak slagen. Wanneer ik weer naar huis ga, krijg ik weer van mijn moeder. Van mijn vader sloeg me nooit. Oké, en dat is wat de motivatie om de volgende dag er weer keihard tegenaan te gaan. Soms, een keertje had een neef van me afgetakeld. Was ik zo boos dat ik naar huis ben gegaan, ben ik naar Jackie Chan, naar een film van Jackie Chan gaan kijken. Van je moves. Ja. Om de volgende dag weer met hem te gaan vechten. En hij was een tweeling. Dus ik heb beide afgetakeld. Ik heb gewoon twee tanden van beide weggehaald. Oké, note to self. Maak geen ruzie met Minowski. Sindsdien hebben ze me nooit meer lastig gevallen. Oké, nee, we hebben alvast één ding goed. Vechten, je lust en je leven. En ja. Toen hebben je ouders gezegd, oké, weet je wat, we gaan het niet gewoon ongecontroleerd doen. Laat hij naar karate gaan. We gaan het onder controle brengen, het gevecht. Dus toen was je op de karate school. Ja. En toen dacht je, oh my god. Daar I was het this. Echt, like, discipline. Mm. Begon ik gewoon rustig te worden. Mm. En na karate ben ik naar judo gegaan. Daar heb ik dan Shaquille van Sichem ontmoet, mm-hmm. want wij hadden dezelfde trainer sinds hij medacom is. Mm-hmm. En zelfde worsteltrainer sinds hij in Munslag. Mm-hmm. Dus vandaar, sindsdien kende ik hem, want hij was echt een goede judoka. Ja, dus even shout-out naar Shaquille van Sichem. Dus, ja, a.k.a. Kukumats. Kukumats, jullie hebben van die namen, jullie hebben ze echt gekozen. Ja. Oké, je officiële vechtcarrière is gestart. Karate, judo, taekwondo. En daarna ben ik naar kickbox gegaan. Kickbox en worstelen ook nog? Worstelen en ik doe nog steeds jiu-jitsu. Jiu-jitsu, oké. Okay. Maar karate doe ik niet meer. Oké. Okay. Nee. Dus nu is het worstel, MMA en jiu-jitsu. Oké, okay, deze drie hebben. Ja. En toen zei je van, oké, ik ben wat kalmer. Ik weet wanneer ik wel en niet moet vechten. En dat het niet iedere keer hoeft. Ja, want ik hoorde van steeds weer van, like, als je over straat vecht, word je afgesloten. Ik was like, nah. Dus als ik zag, dacht, hey, iemand wil me met ruzie zoeken, loop ik gewoon liever weg. Okay, dus maar als je me aanraakt, dan is het zelfverdediging.
Je hebt de regels. Je hebt goed geluisterd naar de regels. Oké, okay, ja. Je bent gevormd. Je hebt je passie gevonden. En toen zei je van, oké, nu gaan we MMA doen. Want hoe ben je bij je MMA carrière gerold? Zo. Ik ben begonnen met mijn MMA carrière sinds 2016. Ik heb het jaren getraind voordat er een officiële MMA wedstrijd toernooi in Suriname werd gehouden. Trainde ik al MMA, vroeg ik steeds weer aan de kickboxbond van Suriname van wanneer gaan jullie MMA houden? Wanneer gaan jullie MMA doen? Dit en dat. En na 2 jaar zo zag ik dat, Biggie Boys en UFC. Was ik wauw. Dus nu moet het echt naar Suriname komen en zo. En toen Shaquille van Torre kwam van België, appte hij me van, we moeten trainen. Ik ga ook MMA nu doen. Ik ga volledig. Begon ik gewoon echt naar hem op te kijken, want hij deed eerst MMA-wedstrijd voor mij. Mm-hmm. Hij had 2 partijen voor mij voordat ik mijn wedstrijd moest draaien. Dus ik was motivatie. Nu heb ik echt de motivatie gevonden om echt door te gaan. Daarna ben ik officieel overgestapt naar MMA, deed ik geen kickboksen meer. En van mijn sportschool mag ik geen kickbokspartijen meer draaien. Als je MMA doet? Ja, dus ik ben goed daarin, zeiden ze me van, jij hoeft niet terug te komen naar kickbox, want anders zou ik nu al ik ben B-klasse. Mm-hmm. Dus zou ik al naar professioneel kickbox gaan. Oké, maar je houdt van MMA. Ja, MMA is. En je houdt er zodanig van, want je bent 2-voudig wereldkampioen in jouw klasse. Ja. En 2 verschillende klassen. Oké, leg ons uit. Het eerste was op 23 maart. Mm-hmm. Heb ik tegen een former teammember van me gevochten. Want het was een van dezelfde sportschool in Trinidad. De shout out to the Sultan Warriors. Mixed martial arts. Mixed martial arts, yes. Ze is sportschoolhouder. Sensei Kerry is ook Biggie Boys zijn coach. Mm-hmm. Is ook mijn coach. Mm-hmm. Dus toen ik hoorde van, we hebben een titelgevecht voor je in Guyana. Een wereldtitelgevecht. Want dat was een wereldtoernooi. Mm-hmm. Was ik oké. Maar 2 weken voor mijn wedstrijd wist ik nog niet tegen wie ik moest vechten. En dan toen appte die om me van, bro, I saw that I have to fight you for the title. Ik was I'm sorry you're gonna lose. Nee, dat niet. I was did you talk with Sensei Kerry about this? Mm-hmm. It was yeah. Dus ik zei hem van gewoon, let's just go in there and do our things. Maar je wist. Ik wist al, dus iedereen van de sportschool wist al dat ik hem zou winnen. Want ik heb hem geholpen om zijn wereldtitel bij KOF te winnen. Mm. Ik heb hem geholpen met zijn training en was zijn trainingspartner. Ik wist hem gewoon op bepaalde dingen wat hij niet moest doen. Want hij moest tegen Canada gaan. Oké, dus je wist al dat je van hem zou winnen. Ja. En je hebt een tweede gevecht ook gewonnen. Je tweede titel heb je gehaald. Ja, tegen de nummer 1 van Amerika. En son. Het was wel niet makkelijk, want die Amerikanen komen altijd fel uit. Mm-hmm. Dus onze... Maar ze wisten niet dat je al vecht vanaf je 4 bent. Oh, controleer. Dus ik heb gewerkt gewoon volgens onze gameplan, maakte moe in de eerste ronde en tweede ronde maak hem af. Oké, dan. Nu ga je natuurlijk door, want je wil je pro gaan en er zijn nog zoveel vragen die ik zou willen stellen. Maar hoe is het proces voor jou in deze journey om een pro-MMA vechter te worden? Want hoe zie je jezelf groeien en verder gaan? Ik wil nu meer trainingskampen doen in het buitenland. Volgend jaar wil ik dan 3 trainingskampen hebben. Bijvoorbeeld Brazilië, Nederland, Amerika. En het laatste waar ik wil gaan is Thailand. Tiger Muay Thai Gym. Okay. Daar gaan al die UFC fighters. Oké, dan moeten we als eerst gewoon direct naar Thailand. Maar stel, iemand kijkt nu en denkt van, herken deze vechtersbaard, deze wereldkampioen, deze jonge Surinamer die grote dromen heeft en er ook gewoon hartstikke voor gaat. Hoe zouden ze je kunnen contacten als ze denken van, ik wil een steentje bijdragen, ik wil hem gewoon helpen dat hij sneller naar Thailand gaat en niet eerst naar al die andere landen hoeft te gaan? Ik ben op Facebook en op Instagram. Mm-hmm. Mijn Facebooknaam is Minouski. Minouski. Mm-hmm. SBMG Pookie. Ja. En als je dat ook schrijft, kan je mijn Instagram-account gelijk vinden. En dan kun je daar gewoon een berichtje sturen. Ik heb ook mijn dingen, mijn vechterspeech, dat is Peer Truno, TNE, The Notorious Johnny for sure, Pookie.
We gaan het hier onderin zetten. Ja, nee, super spannend man. Ik vind het leuk en ook mooi om te zien dat je van je losbandige hobby echt iets serieus hebt gemaakt. Ja. En nu gewoon gecontroleerd kan vechten en gewoon wereldtitels haalt. Want ik heb niet eens gevraagd hoe oud je bent. Ik zie dat je mij als oud categoriseert en dat is niet erg. Maar hoe jong ben je? Ik ben nu 26. December word ik weer. Zeker? Word je in december weer jarig? Nou wel. Oké. Okay. Nee, want je was al eerder jarig. Nee, vorig jaar. Oh ja, oké. Okay. Nee, dan was je in december dus weer jarig. Ik kan niet gewoon van iedereen hun verjaardag. En daar ben jij? December, gewoon als laatst. Feest, man. Ja, yeah, see, the best for last, toch? Jawel, jawel. Nee, mooi hoor. Ik zou zeggen, Minowski, Puketi, The Notorious Ajayi. Jawel, jawel. Ik hoop dat genoeg mensen kijken en snel een berichtje voor je sturen om je te sponsoren. Want ik zie het vuur in je ogen. En je hebt zin om te vechten en te winnen. Jawel. En ik hoop dat je de support krijgt en dat we nog vaker van je kunnen horen. En dat je nog meer titels mag halen. Jawel, met Gods wil. Zeker, God gaat willen. Jawel. God gaat echt willen. Ik vond het een heel fijn gesprek. En ik wil je nog heel veel succes verder wensen. Ja, dankjewel. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Minowski Kitty, a.k.a. The Notorious Ajayi, bij ons in de studio. En hij is een super jonge Surinamer die grote dromen heeft, want hij is een MMA-vechter. Hij heeft al 2 wereldtitels op zijn naam staan. En waarschijnlijk gaat hij ook nog voor de 3e. Maar je moet hem gewoon gaan volgen. Dat kan je doen op zijn FB-pagina. En daar ga je ook direct zien waar zijn Instagram-pagina is. Als je deze jongeman een handje wil helpen, hij zal jezelf aangeven hoe. Maar support deze jonge Surinamers. Ze gaan het juiste pad op en ze zetten Suriname hoger op de ladder. En geven ons meer bekendheid in de wereld. Zo so support deze young men. Support Minowski, Puketi. En laten we zien waar hij verder komt. En remember, your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.